Zo mannen, het is eind juli en dan gaat voor Ajax toch officieel het seizoen al beginnen. Dat is wel even wennen als Ajaxie, toch? Nee, dat zijn we zeker niet gewend, nee. Ik ben 22 en ik kan me niet heugen dat we dit gedaan hebben. Het is een beetje een inkomentje tegen Vojvodina. Pakken we met 6-0, dan stomen we door richting de Europa League. En die gaan we misschien nog winnen ook. Het kan niet veel slechter worden dan vorig seizoen. Dus ik denk dat we alleen maar met een goed gevoel vooruit kunnen kijken, toch? Ik heb er zin in. Ik heb vertrouwen in Farioli. Ik vind hem een leuke man. Ik ben zelf ook trainer en als ik dan kijk naar hoe hij dan training geeft, vind ik dat echt wel bijzonder. Echt gewoon zo actief aanwezig zijn en ik dacht dat ik zelf ook actief was. Maar als ik hem dan zie, dan denk ik echt van nou, het kan nog wel twee stappen beter, zeg maar. Dus vind ik echt wel hoe actief hij is, dat is echt wel bijzonder. Het is echt wel leuk om te zien. Het lijkt gewoon veel meer zekerheid in te zitten en gewoon een idee. Veel meer dan de jaren hier, dan in ieder geval vorig jaar en het jaar daarvoor. Kijk, als de machines echt worden en ze worden fit en kijk, voetballen kunnen ze wel. Als bijvoorbeeld in Ajax, dan heb ik alleen maar positief over te spreken. Nou, ik denk een coach die echt met zijn ziel en zaligheid erin zit, dat scheelt wel. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat de andere coaches dat niet waren, maar ik denk dat hij het wel goed op een rijtje heeft allemaal en ze kort aan lijntje heeft. Ik moet toch een beetje advocaat van de duivel spelen, jongens. Vorig jaar was ik hier ook. Eerste indrukken van Mauri Stijn. Iedereen ook hartstikke positief en dat kelderde heel snel binnen een aantal weken. Moet ik het toch even bij je voorhouden. Maar de eerste wedstrijd van Mauri Stijn wonnen we met 5-1, hè. Iedereen was positief. Daarna speel je gelijk tegen Excelsior en het wordt alleen maar minder en minder. Het was alleen maar kut eigenlijk. Het was gewoon kut, ja. Ja, ik kan wel heel simpel zeggen dat het leuk was, maar het was echt niet leuk. En harde beslissingen durft hij al te nemen. Gisteren het bericht, de 40-jarige Remco Pasveer, daar is hij ineens weer. Die verkiest hij onder de lat boven Dian Dramai. Opvallend. Farioli zal er wel verstand van hebben. Hij is keeperstrainer geweest, hij zal het moeten weten. Ik had zelf Dramai op goal gezet. Wel denk ik dat Dramai wel een van de talentvolste keepers van Europa is. En als je zelfs Sports uit 0-10 hetzelfde zou hoort zeggen, dan zou ik zeker nog steeds voor Dramai kiezen. En dan is Alex Kroes best wel stellig. Alles binnen de top 3. Dan heb ik mijn doel gehaald. Buiten de top 3, dan heb ik, maar ook Ajax hebben gewoon gefaald. Eens? Ja, eens. Ik denk dat top 3 wel haalbaar moet zijn, denk ik wel. Ik vind wel dat je als Ajax zijnde altijd moet uitspreken om kampioen te worden. Altijd. Ongeacht wat er ook gebeurt. Je moet altijd uitspreken of het realistisch is, is een tweede, maar je moet altijd uitspreken dat je kampioen wil worden. Ik denk dat PSV en Feyenoord er wel iets boven liggen. Maar als Ajax ziet moet je toch gewoon altijd voor het kampioenschap willen gaan, ongeacht hoe vorig seizoen eruit zag. Dus, minstens de derde plek. Ja, tweede dus. Ja, minstens derde. En dan ook een beetje die gasten in Rotterdam en in Eindhoven natuurlijk een beetje bang maken. Boven wie ga je eindigen dan? Vierde en vijfde. Ja. Zij vierde, vijfde, wij tweede en dan daartussen en daarboven, dat zien we wel. Ajax is en blijft de grootste club van Nederland, ongeacht wat er gebeurt. Dus daar moeten ze altijd bang voor zijn.